Welkom bij Pessel en Bonen. Welkom bij Dito. Nou, Paltje, het nieuwjaar is begonnen en ik zie dat je er aardig van genomen hebt, hè, met de oliebolletjes. Ik moet zeggen, ik heb misschien iets te veel oliebolletjes gegeten als dat goed was voor me, maar ik voel mij prima. Ook voor jou natuurlijk, Ab. Ja, ze begonnen over waarom Appie geen groot shirt, want Paul, je hebt zeker geen grote maten. Nou, het tegendeel hebben we bewezen. Ook jij hebt nu voortaan een mooi shirtje. Ik had wel moeite om het even over mijn hoofd heen te krijgen, maar ja, dat komt, ik heb natuurlijk de bof gehad. Nee, hè? Je mag gewoon die knoopjes losmaken. Oh, was dat het? Dat is okay. Nou, Paultje, en voor de rest voor onze kijkers natuurlijk, hè? Ja, zeer zeker. De allerbeste wensen natuurlijk. Een voorspoedig en een sportief 2023. En ja, hopen dat het in ieder geval een heel mooi Utrechtjaar kan worden. Nou ja, als we natuurlijk over sportief hebben, en we hebben gekeken naar onze laatste uitzending natuurlijk, is er wel wat gebeurd ondertussen. Ja, maar weet je, Ab, we hebben het eerder al aangekaart. Het is nooit saai bij onze club, nee. Er gebeurt altijd wel wat. Iedereen heeft eigenlijk wel wat te vertellen over de club. Ja, ja, en er is inderdaad weer zat gebeurd. Ja, als je dan kijkt, hè, want het verhaal Vrezen, dat is ondertussen wel bekend. Hè. Ik begreep dat jij nog even contact hebt gehad met Younes. Ja, Younes die was bij mij in de winkel, die kwam nieuwe schoenen. Halen, heb ik het er nog eventjes met hem over gehad. Ja, dan hoor je toch wel aan de jongen dat het eigenlijk heel anders is gegaan dan dat het in de publiciteit is gekomen. En hij zit er eigenlijk best wel erg mee. Ja, hij wilde het verhaal van dat hij Surinamer heeft geroepen? Nee, dat heeft hij zeer zeker niet geroepen. Het ging om een spelmoment waar ze met 2-0 achter stonden en 2-1 maakten en dat doelpunt werd niet goedgekeurd. Daar is hij boos over en daar was hij eigenlijk een beetje verbouwereerd. En ja, daar, toen liep hij een beetje met de pers in zijn lijf. Ja, en toen is het allemaal wat iedereen weet gebeurd. Ja. Hè. Die jongen die heeft wel dat hij zegt, zijn beste beentje wil hij weer voorzetten. Want hij vindt Utrecht een te mooie club om er afscheid van te nemen. Dus we moeten hem nog niet afschrijven. Maar nee, we hebben het over tweede kansen. Laten we deze jongen nou een tweede kans geven. Ja. Want dat is een fantastische linksbuiten. Ja, nou hebben we natuurlijk in de tussentijd hebben we natuurlijk heel veel trainers horen voorbij komen. Hè, van Peter Bos tot aan Henk de Kater. Giovanni van Bron. En er kwam, opeens kwam daar dus uit de hoge route Michael Silberbouwer. Ja, nou ja, verrassend. Wel en niet verrassend. Kijk, hij was hier natuurlijk bij Ricky Kruijs, heeft hij als assistent gefungeerd. Ja. Ja, toen is hij weer terug naar Midtjylland gegaan. Ja, heeft natuurlijk een hele mooie bagage. Zelf als voetballer gaf hij altijd 100%. Ja. Had hij altijd een 8. Ja. Maar hij kon er ook nog bij voetballen. En een fijn mens. Een super fijn mens. Eerlijk, ja. Rechtvaardig. Ja, en ik denk dat hij dat in zijn trainingsschap goed gebruik van kan gaan maken. Ja, vind ik trouwens dat wel tegenwoordig als mensen dat zien als een goed punt dat je eerlijk bent, vind ik eigenlijk iets wat heel normaal is. Maar goed, ja, Ab, maar de wereld zit niet meer zo eerlijk in elkaar. Nee. Dus ik ben wel blij dat wij uiteindelijk zeg maar een trainer hebben die wel die pluspunten heeft. Wat ik dan allemaal wel een beetje vreemd vind, hè, en ik ben er wel blij mee. Is natuurlijk dat we dan eerst een trainer aannemen die gaat 5-3-2 spelen. Nou, die komt er na 8 wedstrijden achter, we gaan 4-4-2 spelen. En nou krijgen we, waar ik dus heel blij mee ben, een trainer die 4-3-3 gaat spelen. En dan denk ik bij mezelf, zou het nou niet eens een keer tijd worden bij die club van ons, dat er eens wordt gezegd van jongens, wij zoeken een trainer en zo spelen wij. En je gaat dat maar doen. En anders... Weet je, je zag natuurlijk, hè, laten we eerlijk zijn, Utrecht wilde graag Vrezen hebben. Die hebben ze kunnen halen. Ja. En dan... Neem ik aan, dat was vanaf februari, dan heb je tot aan mei de tijd om te denken, wat gaan we spelen, hoe gaan we spelen? Ja, als dan een trainer zegt... Maar moet dat nou de vraag zijn? Een trainer moet er komen bij een club en die club zegt, jij kan bij ons trainer worden, maar zo spelen we. Dat kan, Ab, maar als jij mij kan overtuigen, hè, eventjes, ik ben Frans en jij bent de trainer, jij gaat mij overtuigen van hoe wij gaan spelen en dat dat het moderne voetbal wordt wat er gespeeld gaat worden, dan moet je daar je selectie op aanpassen. Ja. Nou, je zag bij onze selectie dat dat helaas niet lukte. Nee. In de wedstrijd tegen Heerenveen hebben we 3 verschillende systemen gevoetbald. Ja. Uiteindelijk winnen we daar zo en dan heb je altijd gelijk, hè, ja, natuurlijk. Maar het was eigenlijk van alles wat en niks. Nee. En dan moet je gewoon blij zijn met de gelukkige punten die je er haalt. Nu met Silberbouwer, dat hij natuurlijk gelijk begint met 4-3-3, dan weten alle spelers wel waar ze gelijk aan toe zijn. Ja, ik ben er heel blij om, want ik vind het ook veel meer bij ons pas. Ik vind ook in de interviews die je met Michael Silberbouwer zag, vond ik dat hij ten eerste heel rustig en zelfs vrolijk overkomt. Goed weet te vertellen wat hij wil. Ja. Dus mijn gevoel is er wel goed bij. Nou, mijn gevoel is er dubbel goed bij. Als jij zijn uitleg hoort, hè, ja, dat doet hij op zo'n manier dat je het ook in één keer helemaal begrijpt. Ja.
En dat is op zich als toeschouwer, hè, is dat heel prettig om daarnaar te luisteren. Ja. Dan begint hij natuurlijk hartstikke leuk tegen RKC, waar we vorig jaar 2 keer tegen verloren, dit jaar tegen gelijk speelden. En dan winnen we daar nu met 2-0. Dan weet ik wel dat dat niet alles zegt, maar het geeft wel iets aan dat we vorig jaar hebben gespeeld om doelpunten tegen te houden. Ja. Nu spelen we eindelijk weer om doelpunten te maken. Ja, dat is het pluspunt en daar ben ik heel blij mee. Ja, nou, het laatste wat ik eigenlijk wil zeggen over Henk Vrees is eigenlijk dat het wel duidelijk is hoeveel macht een sponsor tegenwoordig heeft. Hè? Want ik begreep in de wandelgangen, en als ik niet waar is, maar ik geloof niet, dat T-Mobile dat er wel een heel groot stempel in had dat Henk Vrees weg moest. Nou ja, weet je, dat is rap. Die hebben natuurlijk wel al wat akkefietjes gehad. Hè? T-Mobile zit niet meer te wachten op nog iets met grensoverschrijdend gebeuren. Dus ja, dat daar een keer paal en perk gesteld wordt, dat vind ik eigenlijk wel logisch. Mensen betalen een hoop geld. Ja. Ja, dat vind ik ook. Nou goed, dus met dat verhaal zijn we klaar. Blij met Silberbouwer en hopelijk dat de club er ook een lesje van heeft geleerd. Dat we misschien maar beter van tevoren een trainer kunnen gaan zoeken die bij ons systeem past in plaats van andersom. Ja, ik wil daar nog wel even op aanhaken. Wat we nog wel moeten, en dat vind ik als club zeker, wij hebben iedere keer, hebben we erover gehad, te veel selectiespelers. Ja. Nou, als je Silberbouwer een eerlijke kans wil geven, dan zou je er nou toch 7-8 moeten wegdoen om uiteindelijk met die 7-28 mensen, met 4 keepers, te gaan spelen. Dat zou natuurlijk nu ook een beetje doorschuiven, want hij zal eerst al die jongens willen leren kennen natuurlijk. Dus nee, maar als je kijkt hoe wij natuurlijk iedere keer uiteindelijk met onze begrotingen zitten, en je wil uiteindelijk al gaan inspelen op het nieuwe seizoen, dan zou je nu moeten gaan handelen. Ja, en dan moet je maar gaan verhuren of doen. Ja. Je moet gewoon met 24 man spelers en 4 keepers, dan heb je genoeg. En natuurlijk ben ik overtuigd dat Bas Dos nou heel tevreden is. Nou ja, je hebt hem afgelopen vrijdag gehoord na de wedstrijd. Hij stond daar voor het eerst weer met een glimlach. Ja. En wat is er niet mooie als jij Bas Dos langs die 16 laat zwerven, of dat je Bas Dos op het middenveld hebt lopen. Die jongen die voelt zich veel meer in zijn nopjes. Schoot hem er trouwens weer aardig in. Hij kwam goed voor zijn tegenstander. Ja, echt een Bas Dos doelpunt. Dat heb ik iedere keer al gezegd. Daar ben ik echt een groot fan van. En onze trainer, nieuwe trainer, zet hem nu ook op de plek waar hij hoort. Aan de rechtse kant. Ja. Daar speelde hij ook bij Bayern München. Daar heb ik veel wedstrijdjes gekeken via YouTube. Want ik kan je mooi bijhouden. Het is een geweldige speler. Okay. Nou, dan hebben we natuurlijk zondag de kraker. Hè. Volgens mij zijn er nog wel wat kaarten te krijgen. Dat valt me eigenlijk tegen. Want het zou eigenlijk wel uitverkocht moeten zijn, zo'n wedstrijd. Ja, dat wel. Maar weet je, zo'n WK gebeuren, hè, dat heeft 2 maanden geduurd. Ja. Dus helemaal geen Utrecht nieuws of helemaal niks. En wat er in Utrecht was, dat was toch wel een beetje negatief. Ja. We gaan nu weer draaien. We gaan weer positief proberen te kijken. Ja. En dat moeten we ook. En dan hebben we zondag natuurlijk een fantastische wedstrijd. Waar minimaal toch 23.000 mensen moeten zitten. Gewoon vol zitten. En nou, een Feyenoord in mijn beleving toch iets verzwakt is. Hè? Want ze missen die Timber, begreep ik, en die Townee, of heet Touwer. Ja. En dat zijn toch wel 2 dragende spelers. Nou, buiten dragend, hun hele spelsysteem is daarop ingericht. Ja. En dan moeten ze nu toch andere spelers. Alleen op Timbers' plek, daar wordt die Wiefer neergezet. Ik ben zelf wel een Wiefer-fan, want dat vind ik een goede voetballer. Die is zelfs koppend beter als Timber. Ja, zeer zeker. Dus dat is wel een extra dat je zegt van, hey, let daarop. Maar aan de andere kant, als Utrecht flink druk erop kan zetten, wat Silberbouwer graag wil spelen, dan denk ik dat wij het Feyenoord moeilijk kunnen maken hier. Ja, ja, goed, ik ga ervan uit dat we gewoon gaan winnen. We spelen thuis tegen Feyenoord en het publiek gaat erachter staan. En ik vind ook eigenlijk wel, kijk, wij zijn best wel eens kritisch. Maar ik vind wel dat we nou de nieuwe trainer een steuntje in zijn rug moeten geven. Nou, überhaupt vind ik dat we in 2023 gewoon eens positief moeten zijn. We hebben het zeikjaartje achter ons. Ja. En dan laten we nou in ieder geval deze weken positief beginnen. Ja. We geven ze de kans. En ja, ik hoop dat we daar zo in verder kunnen. Dan hebben we nog even de twijfelgevalletjes. Barkas, zou niet gaan halen? Nee, Barkas speelt gewoon zondag. Ja, dat weet halen. Ik zeker. Ja. Nou, ik hoorde van onze platenbaas, die was deze kijken bij de trainingen, dat de viergever Ramselaar, die trainen gewoon alweer 100% mee, maar nog niet inzetbaar tegen Feyenoord. Ik denk dat dat nog te vroeg komt. Hè. Ze hebben natuurlijk ook die wedstrijd tegen RKC, waren ze er nog niet bij. Nou, je weet zelf dat wedstrijd fit en fit, hè, daar zit wel verschil in. Ja. Dus ik verwacht tegen Feyenoord hun er nog niet bij. Nee, nou, Mahi is geloof ik, dan is volgens mij nog steeds niet fit, hè, geloof ik. Hè? Ja, die is helemaal niet fit geweest hier. Nee, dus ik denk dat dat een gepasseerd station is. Dus ik denk dat die jongen gewoon lekker bij Volendam of zo moet gaan spelen. Of bij NEC,
waardoor hij wel weer misschien andere omgeving, dat hij weer... Want natuurlijk heeft hij wel kunnen voetballen. Alleen heeft het hier in Utrecht eigenlijk nog jammer genoeg niet kunnen laten zien. Nee, dat zou wel op de buitenkant een goede speler zijn voor ons. Ja, zeer zeker. Ja, bij ons is natuurlijk, als je met 4-3-3 gaat spelen, hebben we aan de rechtse kant nu natuurlijk wel een boet. Wie hebt die Maeda nog? Alleen aan de linkerkant zijn we wat dunner. Ik las toevallig net op internet dat Labiat dat meetrainen is. Ja, dat is wel een prettige bekomstigheid. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als die jongen voor Utrecht zou kiezen. Ja. Zakaria Labiat, ja, dat zijn wel spelers die een extra waarde hebben. En toen hij hier bij Utrecht speelde, toen heb ik genoten van hem. Ja, ik ook. Nou, hebben we nog wat anders te melden? Alleen maar dat alles succes voor de nieuwe trainer. Ja. De jongens echt 100% erachter. En dan hopen dat we zondag de 3 punten hier in de Galgenwaard kunnen halen. En wie is aan de beurt voor de eerste uitslag? Ik laat dat aan jou over. Ik zal eens iets geks zeggen, wij gaan met 3-1 winnen. Nou, je haalt het gras voor mijn voeten weg, Ab, ja. Want zoiets had ik is ook. Is het een beetje goed, het gras? Het veld ligt er nu fantastisch bij, okay. Dus dat kunnen we niet. Okay. Nee, dat kunnen we niet. Ik ga voor een 2-0. Oké, okay. Nou, we hopen dat we het goed hebben. We hebben in ieder geval 3 punten in de Galgenwaard. En de mensen die nog geen kaart hebben, mensen, kom naar het stadion toe. Steun ons clubje, steun onze nieuwe trainer. Wij hebben er zin in.